Bijenhal Media heeft gisteravond hun jongste speelfilm gelanceerd. De film Sarah gaat over een maatschappelijk probleem, namelijk huiselijk geweld, en moet bewustwording creëren binnen de samenleving. Onder de naam iRight biedt Bijenhal Media reeds 12 jaar een platform aan Surinamers die zich willen specialiseren in de filmindustrie. Productiemanager Aranza Swedo zegt dat het de bedoeling is Suriname met deze film op de kaart te plaatsen. Omdat we dus hebben gemerkt dat er wel behoefte is om een professionelere platform als het gaat om onze filmindustrie. Het behoeft een bepaalde professionaliteit. En iRight is dan het platform dat wij bieden voor acteurs, actrices, regisseurs, producenten. Om op die manier eigenlijk zichzelf te ontdekken en verder te kunnen gaan. Dus we zijn eigenlijk een soort springplank dat de kans biedt om verder te gaan. Er zijn twee speelfilms die we maken. Dit is de Sarah en de andere Slowitschike. En we hebben twee toffe jaren achter de rug gehad, omdat we dus geconfronteerd werden met de COVID-pandemie. Maar dat heeft ons niet gestopt, want vandaag zijn we hier en we staan hier blij voor de lancering. Uitvoerend producent Nancy Wijnaldum stelt het enorm te waarderen dat Bijenhal Media dit platform biedt aan jonge mensen om zichzelf te bewijzen. De bijdrage die dit levert aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren valt niet te onderschatten, meent Wijnaldum. Ik ben eigenlijk binnen iRight gekomen gewoon als een actrice. Maar mevrouw Natasha Conrad zag dat ik zo tussen de jongeren heel goed kon bewegen. En ze vroeg me om daar te assisteren. Op een gegeven moment, na een paar maanden, werd me gevraagd om over te nemen het laatste gedeelte van, Sarah. Waar ik samen met Aranza Swedo en Abielle Codrington de laatste opnames heb gepland. En het was natuurlijk een eer om met deze jonge dames bezig te zijn. Want zoals je weet, ik heb het nooit eerder gedaan. En ik zeg altijd, daarom begeef ik me altijd tussen jongeren. Ik leer heel veel van ze. Dus het was voor mij natuurlijk een waar genoegen om met ze bezig te zijn. Kijk, binnen iRight heb je heel veel jonge mensen. En ik heb gemerkt dat vele van ze eigenlijk groen zijn. En wanneer ze binnen iRight komen, zie je dat ze aan het einde, we zijn nu 2 jaar bezig, dan merk je wat ze allemaal hebben geleerd. Zo ook ik. Ik ben iets ouder, maar ik heb ook heel veel geleerd. Dus voor de jongeren binnen deze organisatie wordt er heel veel aan gedaan en ze leren echt wel heel veel. Swedo zegt dat de film officieel in februari 2023 wordt gelanceerd. Het productieteam is nu bezig de laatste puntjes op de i te plaatsen, zodat de lancering van de film een daadwerkelijke stempel drukt, aldus Swedo.